Mevrouw Verbeet, in welke eeuw leeft u? Moet ik even opzoeken. Maar even serieus. U heeft een beetje iets raars gezegd, hè? Nou, volgens mij niet. Ik doe nog eens een oproep om dat getwitter in ieder geval niet vanuit een debat te doen. Hero, je mag niet meer twitteren van mevrouw Verbeet. Ja, dat zei ze vorig jaar. Ja, absurd natuurlijk. Ik bedoel, als mensen willen twitteren, dan moeten ze dat zelf weten. We zijn geen kleuterklas. Of je verder af en toe nog fluistert met je collega, of wat overlegt met een medewerker, of een sms'je of een twitter stuurt, zolang dat het debat niet verstoort. Vind ik dat eigenlijk een zaak van de mensen zelf, hè? Dat, waar de voorzitter niet over gaat. U doet het allemaal af en toe, u algemeen. En het wordt voor een voorzitter buitengewoon onoverzichtelijk om ook die nieuwe stroom aan gedachtenwisseling erbij te managen. Nou, dat vind ik onoverzichtelijk en voor mij ook niet erg overzichtelijk. Dus ik verzoek... Dus eigenlijk moet u gewoon de Twitter ernaast volgen. U moet gewoon een schermpje hebben waarbij u dat Twitter voorbij ziet komen. Dan kan u het prima volgen. Ja, ik heb één paar ogen en twee handen. Ja, maar je zit dan een beetje met het hamertje te slaan. Er kan toch wel een Twitter-schermpje bij? Nou, ga jij een keer op mijn stoel zitten en dan gaan wij het parlementje spelen. Oh, dat lijkt me heel leuk. Dat dacht ik wel, dat je het leuk zou vinden. Het mooie van Twitter is dat mensen die volgen, die kunnen ook zien direct wat de politicus doet en met welke debatten die bezig is op die dag en wat er allemaal nog meer op het programma staat. Openheid. Ja, en zorgen dat de afstand tussen politiek en burger kleiner wordt. Dus netwerkgeneratie noemt dat gewoon multitasken, hè? Want die doen 4, 5 dingen tegelijk. Ja, nou dat doe ik ook wel. Maar met Twitter erbij, dat is maar net iets te veel. U gaat het verliezen hoor, dit gevecht, denk ik. Nou, dat valt wel mee, denk ik. Ik ben heel sterk. Er waren ook mensen die zich tegen de computer verzetten. Dus die hebben het ook verloren. Daar hoorde ik niet bij. Nee, maar u hoort nu wel bij. Nee, maar ik verzet me toch niet? Maar je kunt je twittertje toch wel even ophouden, of niet? Kan dat niet met twitteren? Nee, dat moet de hele dag door. Moet de hele dag door twitteren? Dat brandt in je zak. Nou, oké. Okay. Nou ja, dan moeten misschien de mensen dat toch leren dat je ook een twittertje soms moet ophouden.